Lange tijd is Amsterdam-Noord bespaard gebleven van betaald parkeren. Maar nu is er voor de autobezitters geen ontkomen meer aan. En er zijn onmiddellijk allerlei geruchten de wereld ingekomen dat die tarieven nog behoorlijk pittig gaan worden. We gaan op pad. Gaat u mee? Het ziet er nu toch naar uit dat betaald parkeren in Noord binnenkort een feit is. Wat vindt u daarvan? Nou, erg vervelend. En om welke reden? Nou, het is onhandig. Het kost allemaal tijd. Dus als je even heen en weer wil, dan moet je eerst hier... Je bent meer tijd kwijt misschien voor sommige dingen aan het kopen van een kaartje dan een boodschap doen. Nee. En nou ja, wat ik begrepen heb is dat alle middenstanders hier daar gewoon erg veel nadeel van hebben. Denkt u dat dat met elkaar te maken heeft, Noord-Zuidlijn en het betaald parkeren in Noord? Nou, volgens mij is die beslissing al jaren geleden genomen dat er overal betaald parkeren moet. Dat is gewoon een melkkoe. Hoe staat u tegenover het betaald parkeren? Tegen. Ja. En om welke reden? Omdat het allemaal handelt en vol geld kost. Simpel. Heeft u zelf een auto? Dat moet niet. Ja. Denkt u als nou dat betaald parkeren wordt ingevoerd, dat het hier dan ook rustiger gaat worden? Dat niet. We staan hier op het Buikseltermeerplein, waar per 1 augustus betaald parkeren is ingevoerd. En niet alleen de bezoekers van het winkelcentrum hebben er problemen mee en last van, maar ook de ondernemers. We staan hier bij de Woning Noord, samen met de eigenaar. Het betaald parkeren is in augustus ingevoerd. Hoe staat u daar tegenover? Ik vind het geen goede zaak. Ten eerste veel verderving. Mensen komen niet meer. Kijk maar achter u. Geen auto te bekennen. Nou is het in de tussentijd nog 2 maanden afgeschaft. Is de omzet toen meteen weer gestegen? Ja, was sowieso drukker. Ja, ik ben gewoon überhaupt tegen. Dus u moet als werkgever, er zijn 2 eigenaren hier, krijgt u 1 parkeervergunning, de andere moet u kopen. Ja, die andere kost 100 euro per maand. Daar ben ik niet van gediend, dus ik zet mijn auto buiten het betaald parkeren en kom naar mijn woning toe lopen. Ja, ik ben gewoon überhaupt tegen. We staan hier naast Els, de bloemendame. Els, het betaald parkeren, heeft dat voor jullie financiële consequenties? Ja, dat heeft zeker consequenties. We hebben absoluut minder klanten gekregen daardoor. Nou is het natuurlijk wel zo, in andere delen van Amsterdam moet je ook betalen bij winkelcentra. Ja. In Noord is er altijd van gevrijwaard gebleven. Dus zou je haar zeggen, ja, je ontkomt er niet aan. Nee, maar ik denk dat ook om mensen zijn dat die niet gewend. En toen hebben ze meteen automaten neergezet waar ze heel veel moeite voor moeten doen. Met kenteken invoeren. Mensen kennen het hier gewoon niet. Het duurde gewoon te lang en het liep in het begin helemaal in de soep. Er stonden hele rijen mensen te wachten voor de parkeerautomaat. En daardoor zijn er denk ik op een gegeven moment gewoon mensen weggebleven. Ja, ik ben gewoon überhaupt tegen het betaald parkeren. Ja, eindconclusie is toch dat de mensen niet blij zijn met het betaald parkeren in Amsterdam-Noord. Aan de andere kant hebben we ook contact gezocht met verschillende politici die niet voor de camera wilden verschijnen. Dat heeft te maken met de onderhandelingen voor het nieuwe BNW. Maar wat we wel hebben begrepen, dat het betaald parkeren in Noord, dat echt niet meer wordt teruggetrokken. Nou, wat ons betreft, zo snel mogelijk weg hier uit Noord. Kijken of we een andere plek kunnen vinden waar je nog wel gratis kan parkeren. Tot de volgende keer. Ik ben gewoon überhaupt tegen.